Goedenavond allemaal en hartelijk welkom bij de maandelijkse politieke talkshow van de Bali, OO Den Haag. Mijn naam is Tim Wagemakers, ik ben programmamaker bij de Bali en ik leid u vanavond door deze avond die we hebben gemaakt onder de titel De campagnes zijn begonnen. En we gaan vandaag een breed rondje maken langs alle politieke partijen, bespreken het voorsorteren van die politieke partijen, de invloed van corona op die verkiezingen en aan het einde stellen we ons de vraag hoe voer je een geslaagde campagne. En dat doen we in iets minder dan anderhalf uur met politiek journalist Kees Boonman, communicatiewetenschapper Judith Muller, politicoloog Julia Wouters en via Zoom praat Jan Driessen straks mee, eigenaar van Q&A Communicatie en voormalig campagnestratege van Mark Rutte. En politiek historica en theatermaker Eveline van Rijswijk neemt ons tussendoor nog mee in de wonderenwereld van het campagnevoeren. Maar laten we vooral snel beginnen en geef ons panel een warm applaus. Julia Wouters, Judith Muller en Kees Boonman. Laten we even een heel kort introductierondje doen om te weten wie we zijn en waar we vandaag op inzetten. Ik begin even met Julia Wouters, politicoloog. Hoi. Jarenlang de rechterhand van Lodewijk Asscher geweest. Ja, partner bij In Touch Female Leadership en schrijver van het boek De Zijkant van de Macht, waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. Fijn dat je er bent. De titel die we het hebben gegeven is De campagnes zijn begonnen. Deel jij die aanname? Nou, we hebben allemaal met heel veel spanning naar de algemene politieke beschouwingen zitten kijken, omdat we dachten dat wordt de aftrap van de campagne. En dat werd het niet. Dus ja, heus wel, de campagnes zijn een beetje begonnen, maar niet in die mate waarin we met z'n allen verwacht hadden. En wanneer zie je dat een campagne echt los is gekomen? Nou, als mensen meer scoringsdrift gaan krijgen en elkaar harder aanvallen. En ik denk dat het toch een beetje, ook door corona, meer zoeken was naar gezamenlijke oplossingen. Ja. En er viel ook nog behoorlijk wat binnen te halen bij de algemene politieke beschouwing. Er was nog op heel veel dingen steun nodig. Dus er viel ook nog gewoon wat te winnen met samenwerken. Ja. En meestal merk je dat zo'n laatste algemene politieke beschouwing voor de campagne begint, dat mensen dan vooral bezig zijn met zichzelf te profileren en niet meer samenwerking te zoeken. Ja, 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 dat was nu dus niet zo. Tegelijkertijd, als we kijken, dan zien we wel dat mensen al een beetje aan het zoeken zijn. Hè? Naar welke rol wil ik gaan spelen zodra die campagne helemaal begint. Jij hebt veel geschreven over vrouwelijk leiderschap. En we hebben een kort fragmentje van Sigrid Kaag bij het partijcongres van D66, waarin zij iets zegt over hoe zij naar die rol kijkt en naar haar eigen positie erin. Daar kunnen we even naar kijken. En wat ik ook niet had verwacht bij mijn kandidaatstelling, dat ik niet alleen werd gevraagd, zoals gebruikelijk, over mijn echtgenoot, maar ook over mijn seksen. Laat ik het hier dan nog maar eens een keer zeggen, dat ik kandidaat ben voor het torentje, voor D66, maar dat die ambitie niet voortkomt uit het vrouw zijn. Die ambitie. Die ambitie stoelt op mijn overtuigingen en opvattingen over het Nederland dat ik in de toekomst voor me zie. Als mens. Als mens. En wat ik ook niet had. Als mens, eindigt ze. Wat zien we hier? Nou ja, ten eerste is het altijd goed, dat doe ik altijd, als je je voorstelt dat een man dezelfde tekst zou uitspreken. Ik heb nog nooit iemand zijn lijsttrekkerschap, zijn eerste speech als de lijsttrekker van een partij, zijn publiek zien geruststellen dat hij natuurlijk uit zijn idealen strijdt en niet uit zijn wat er in zijn broek zit. Dus een man heeft nog nooit de behoefte gehad om het publiek en de kiezer gerust te stellen dat hij dat natuurlijk niet als man doet, maar als mens. Ja, nogal wiedes dat je dat doet vanuit je idealen. En wat ik eigenlijk nog het droevigst vind, dat het publiek zich ook daar heel enthousiast op reageert. Oh, gelukkig, ze staat daar niet als vrouw. Ja, ze lijkt wel een vrouw, maar ze is het gelukkig ook niet. Ja, ja. En ze is ook gewoon een mens. Hè? Nou, dan kunnen we toch gewoon rustig ademhalen met elkaar. Het viel me ook op, ze had in deze speech, dit was dus haar eerste speech als lijsttrekker, had ze eerst natuurlijk de plichtplegingen gedaan. Dus ze had eventjes Alexander Pechtold en Rob Jette bedankt en de leden voor het vertrouwen. En dit was haar opening statement. Maar het klinkt alsof je dat niet heel sterk vond dan. Nou, niet heel sterk. Ik vind dat echt heel bedroevend, heel verdrietig makend. En ik denk ook dat het, als je terugkijkt toen ze bij Eva Jinek haar kandidatuur bekend maakte, toen had ze er veel
ontspannender. Ze zei, ja, ze had de ambitie om de eerste vrouw in het torentje te worden. Ja, dat had ze. Omdat ze vond het belangrijk voor een land als Nederland en voor de volgende generatie dat ze zagen dat dat ook gewoon een ambt is waar vrouwen ambitie voor kunnen hebben. Had ze een heel relaxed antwoord erop. En, ja. Maar het klinkt dan als hink op twee paarden. Want aan de ene kant zeg je, ik wil de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden. Aan de andere kant zeg je, ik sta hier niet als vrouw, maar als mens. Ja, dus het is een soort van geruststelling. En ik denk dan, weet je, ze is nu de lijsttrekker. Ik weet niet hoe dat bij D66 gaat, maar vanuit mijn ervaring hoe dat bij de PvdA gaat. Weet je, je krijgt pas het campagneteam als je het bent. Daarvoor doe je het met je eigen mensen, een beetje professorisch. Frummel je dat in elkaar. En dan op een gegeven moment word je dus onder de goede leiding van de partij val je. En ik denk, ja, dit is het moment dat de mannetjesmakers rond haar zijn gekomen en haar zijn gaan adviseren over wat slim is en niet slim is om te zeggen. En wat je hierin ziet, is dat ze precies dezelfde reflex heeft die Hillary Clinton had toen zij zich kandideerde als premier. Dat ze ook allemaal bezig was om te bewijzen, ik zie er misschien wel uit als een vrouw, maar maak je geen zorgen, ik ben net zo competent als een man. En dat is, weten we inmiddels, een verliezende strategie. Ja. In het kort, want we zijn een beetje bij de inleidende beschietingen. Wat is dan wel de winnende strategie? Wat zou ze dan moeten doen? Vanuit haar idealen praten. Ze hoeft niet te zeggen, ik wil premier worden vanuit mijn idealen en dus als mens. Gewoon dat doen. Show, don't tell. Ja, helder. Daar komen we straks vast nog op terug. Ik ga naar Judith Muller, communicatiewetenschapper als universitair docent political communication verbonden aan de UvA. Gespecialiseerd in bijvoorbeeld de macht van techgiganten, filterbubbels. Een thema wat relevant lijkt deze verkiezingen. En jij zei aan de telefoon, en we hebben er ook een slide van, dat Femke Louise vorige week ons iets kan leren over politieke campagnes. En zij zei naar aanleiding van de ophef rond Ik doe niet meer mee. Ze kwam bij Jinek en de dag daarna schreef ze, ik ben een doorzetter en wilde dus daad bij het woord stellen door mijzelf kenbaar te maken op tv. Wat ik niet had kunnen voorzien was de totale stilte en gebrek aan support om mij heen. Hoe helpt ons dat om iets te snappen van filterbubbels en campagnes? Ja, het helpt iets meer om iets te begrijpen over filterbubbels dan over campagne. Maar het heeft uiteindelijk allemaal met elkaar te maken. Ik had dit uitgekozen omdat het zo dichtbij dat zit wat ik op dit moment aan het onderzoeken ben. En dat gaat over hoe sociale media misschien ons niet influisteren wat wij moeten denken, maar ons influisteren hoeveel mensen eigenlijk met ons eens zijn. En ik denk wat Femke Louise gebeurd is dat ze online zat, vooral op Instagram. En dat kan je ook een beetje zien wie ze volgt en met wie ze te maken heeft op Instagram. En daar langzaamaan dit idee kreeg dat wat ze dan toen zei, dat dat een heel normale opinie is en dat heel veel mensen daarmee eens zijn. En dan durfde ze wel, dan was ze wel zo dapper om daarmee inderdaad naar buiten te gaan. En dan, wat dan gebeurde is dat ze voelde hoeveel mensen eigenlijk tegen waren. En op dit moment voelde ze die isolatie en kwam er ook dan op terug. En wat kunnen we hiervan leren voor de campagne? Ik denk dat in de aankomende maanden, en dat is gewoon hoe sociale media nu in elkaar zitten, steeds meer allebei de ervaring maken. Dus steeds meer ook dat voelen van, ik zit hier met een klein groepje, maar het voelt als heel groot. Maar dan toch in de context van de verkiezingen ook merken, misschien zijn we helemaal niet zo groot met viruswaanzin en zo verder. Is dat ook een waarschuwing aan de media die sociale media volgt en denkt, ik zie hier enorm veel weerslag op een bepaalde opinie? Ja, zeker. Ja, je zag het bijvoorbeeld ook met de gele hesjes. Die waren op het hoogtepunt, waren ze met een paar honderd man in Den Haag aan het demonstreren. En ze waren de opening story van het NOS Journaal. Dus het is een beetje uit proportie, denk ik, wat van die kleine groepen, hoe groot ze zijn. En het is heel belangrijk dat ze existeren, want we zijn een democratie en hier is vrijheid van meningsuiting en dat is superbelangrijk. Tegelijkertijd is die mening zo groot geworden en dat staat niet meer in verhouding tot hoe groot dat in het publieke debat is. Ja. En misschien zien we dat wel terugkomen tijdens de campagne. Gaan we het ook straks over hebben. Ik ga nu naar Kees Boman, politiek journalist, politiek commentator. Hoeveelste campagne is dit nu eigenlijk, waar jij zelf aan het begin staat? Ik reken vanaf de Cuba-crisis. dat doet niet iedereen in de zaal hier, denk ik. Ik heb al als jong journalist zelfs bij een progressief links weekblad is de campagne gevolgd tijdens de treinkaping. Dat was 1977. Durf het eigenlijk nooit zo hard op te zeggen, al die jaartallen. Dat was eigenlijk strikt genomen de eerste. Ja. En echt voor radio, wat er nu Radio 1 is en het NOS Journaal. En bij netwerken, dan praat ik over eind 80.
Ja, de reden dat ik het ook vraag is omdat we het ook denken over de rol van de journalistiek moeten hebben. En jij had het daarover, ook omdat je al zo lang meeloopt, met Alexander Pechtold in de documentaire Hart van Democratie, gemaakt door Lisbeth Witteman en Suzanne Raas. Een hele mooie documentaire om terug te kijken. En daar spreek je met hem eigenlijk over het politieke systeem en ook die rol van die journalistiek erin. Daar hebben we een fragment van. Wordt er iets gemist? Iets gemist? Niet de politiek, wel de politici. Wat ik mezelf wel afvraag over dat terrein waar wij naar kijken, of het nog wel houdbaar is in deze vorm. Gezien de onrust in de samenleving, de versplintering van partijen, te vechten om aandacht. Ik ga iets zeggen wat ik nooit heb gedaan tijdens mijn politieke carrière, omdat ik me heb voorgenomen nooit kritiek te hebben over een beroepsgroep die mij moest controleren. Oh, ik kan beter gaan, geloof ik. Ja, de journalistiek, dat is ook een deel van het probleem. Hè? De druk vanuit een Hilversumse redactie, waarvan ik de hoofdredacteuren nooit hier in Den Haag zie, op de journalist die voor waarschijnlijk steeds minder geld hier maar met die microfoon moet gaan rondhollen. Nou, je wacht op de gang tot er een bordje over het hek wordt gegooid en daar vliegt iedereen op af. Ik moet toegeven dat dat wel het meest stomzinnige aspect van het politieke journalistieke vak is geworden. Deze opname is me nu al wat waard. Ja, nee, dat een journalist dat erkent. Ja, nee, vind ik maar heel, je stond er wel, Kees? Ja, nee, ja, niet elke altijd, dag. Ja, ietsje naar achter. Ja, tuurlijk. Maar je om stond het overzicht er wel te houden. Ja, ja. Je staat er weer de komende campagne. Zeker. Hoe ga je zorgen dat je niet, of zie je daar een rol voor jezelf in om te zorgen dat we niet achter elke bot dat over de schutting gegooid wordt aanrennen? Nou ja, er is wel een verschil in de wijze waarop ik werk en de plekken waar ik mijn verhaal kan uiten. Dat is echt in analyserende zin, ja. Becommentarierende zin. Dus dat betekent altijd wel dat ik in de tweede lijn sta. Ik hoef niet meteen een quoteje van de dag te hebben of het gesprek van de dag voor een van de talloze talkshows te regelen. Dus ik kan in die zin wel het overzicht houden. En dat zal ik weer doen. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Waar ben je het meest benieuwd naar? Nou, naar de uitslag natuurlijk. Ja. En, nou ja, bij elke campagne denk je weer terug aan de vorige campagne. En de wetmatigheden die erin zitten. En de eigen dynamiek die politieke ontwikkelingen hebben. Hè? Dus als iemand een fout maakt, dan gaat hij eraan en dan verliest hij en vertrekt hij. En toch loopt dat bij elke campagne altijd weer anders dan je denkt. En dat vind ik het meest fascinerende. Ja. En het is toch steeds nieuwsgierig makende. En nu vind ik, bij deze campagne heb ik het idee, ja, dat wordt natuurlijk helemaal overdekt door hoe dat met corona verder gaat. Maar er staan toch ook wel carrières op het spel. Om maar even een voorbeeld te noemen, een beetje op gang te komen. Ik heb daar altijd wat meer tijd voor nodig dan anderen. Zijn in de balie, hè? Dat ja, mag. Ja, nee, oké. Okay, maar bijvoorbeeld Jesse Klaver. Als het niet goed gaat met GroenLinks, als het achteruit gaat misschien zelfs, dan denk ik dat zijn tijd voorbij is. Hè? Nu hoor ik al bij mensen, en zeker bij jongeren, dat ze wel maar een beetje op uitgekeken zijn. Laat ik het gewoon heel eerlijk ronduit zeggen. En nou ja, dat geldt natuurlijk ook nog wel voor een aantal andere politici. Als de SP flink verliest, dan denk ik dat er toch gevraagd wordt, is Lilian Marijnissen, hoe goed zij haar best ook doet, wel de meest geschikte leider? Ja, ja. En nou ja, zo kun je nog een aantal namen noemen. Dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Je hebt een paar mooie lijntjes uitgezet over de personen, misschien ook wel de ideologie waar we het over moeten hebben, over de invloed van corona en die wetmatigheden waar we naar op zoek gaan. En voordat we verder praten, geef ik graag het woord aan politiek historica en theatermaker Eveline van Rijswijk, die ons denk ik meeneemt een klein beetje in die wonderenwereld van het campagnevoeren door de jaren heen. Geef er een warm applaus. Ja, en als politiek historicus is het altijd smullen als je het verleden in mag duiken. We gaan hier heel moeilijk praten vanavond over verkiezingen en diepe analyses doen. Maar ik wil toch ook meegeven dat het eigenlijk heel makkelijk is wat verkiezingen zijn. De een die probeert het van de andere te winnen. En als het een minder wordt, als de restengroeperingen minder worden,
dan waren de linkse groeperingen meerder. Waren de linkse groeperingen minder, dan waren de rechtse groeperingen meerder. Ja, zo simpel is het, aldus boer Koekoek. En wie verkiezingen zegt, die zegt natuurlijk ook slogans. Dus ik ben even in de slogans en posters gedoken die er de afgelopen 100 jaar voorbij gekomen zijn. En sommige van die posters zijn eigenlijk best wel actueel en kunnen wij in 2020 gewoon weer afstoffen. Bijvoorbeeld bejaarden centraal. Nou, als er iets centraal gestaan heeft de afgelopen tijd, dan zijn het wel bejaarden. Grote schoonmaak bedoel ik niet de doorhoud-discussie, maar dat u uw handen natuurlijk stuk moet wassen. En een krachtig staatsbestuur, dat heeft natuurlijk afgelopen periode ook nogal centraal gestaan. Dus die kunnen we misschien weer afstoffen. D66, die had ook een poster in 2006 al, die juist nu, dat hebben we afgelopen maanden de hele tijd gehoord, eigenlijk fantastisch geweest was. Dus jammer dat ze hem al gehad hebben, anders had D66 toch dit jaar juist nu als slogan kunnen kiezen. VVD kan gewoon doen wat ze al jaren doen. Hè? Nederland uit de crisis halen. Heel normaal, niet normaal, nieuw normaal. En de tweede crisis in ons land naast deze coronacrisis, wordt door mensen gezegd, is het gebrek aan woningen. Dus deze poster uit 1956 kan ook gewoon weer tevoorschijn gehaald worden. Dan is er ook nog deze poster. De Partij van de Toekomst. Ga stemmen, desnoods op ons. Mijn all-time favorite. Nou, dat past toch perfect bij een partij als de deze. Wat niet zo 2020 is, zijn deze posters. De minister van Feest, ook diezelfde Partij van de Toekomst. Ja, Grapperhaus heeft het geprobeerd als minister van Feest. Is niet helemaal gelukt. Dus die poster zou ik niet aanbevelen. Verhef je stem, ook een slecht idee, want we moeten van Rutte natuurlijk onze bek houden. En u wint, ook geen succes voor 2020. Want Rutte zei laatst nog, wij doen ons best, maar het virus doet het helaas beter. Dus ook deze posters kunnen we misschien maar niet doen in 2020. Deze poster ook niet uit 1948. Er staat dat Nederland lichtpunt is in een donkere wereld. Maar helaas, de cijfers van deze week laten zien dat dat niet het geval is. En ook niet zo 2020 is deze poster van de VVD uit 1959 tegen het socialisme. Nou, zo tegen het socialisme is de VVD al lang niet meer. Wij zijn natuurlijk een land wat in de kern diep socialistisch is. Daar voel ik me als liberaal ook zeer bij thuis. Ik denk dat een hoop liberalen zich omdraaien in hun graf als ze dit zouden zien. Dus deze poster mag ook niet meer. Kunnen we dan misschien iets leren van de beste politieke slogan ooit? En als historicus moet ik erbij zeggen, dit was in 2010 de verkiezing. Dus dat ooit, hè, het is relatief. Nu zou er misschien weer een andere winnaar zijn. At your service. Een beetje treurig dat de beste slogan ooit in het Engels was. Want de SGP had eigenlijk dezelfde slogan in hetzelfde jaar. Tot uw dienst. En die werd dan minder sexy gevonden. Maar ik geloof dat deze slogans het misschien niet zo goed zullen doen. Maar wellicht komt er een Engelse slogan, iets met flatten the curve en dat soort dingen. Gaan we allemaal zien. Goed, campagne. Wie campagne zegt, heeft het ook over de poppetjes. Hoe staat het eigenlijk met de lijsttrekkers? En deze foto circuleerde recent op Twitter. Was al een iets oudere foto. En hier zien we de vrouwelijke varianten van de lijsttrekkers. Overigens zien we hier Robin Jetten. En dat is natuurlijk Sigrid Kaag geworden, dus dat is niet meer nodig. Maar helaas is dit ook al een herhaling van Zetten, want in de jaren 90 werd er al aandacht gevraagd voor het gebrek aan vrouwelijke lijsttrekkers met, en ik vind het briljant, Kim Kok, Frida Bolkestein, Ans van Mierlo en Ella Brinkman. En helaas is dat dus nog steeds nodig dat we er aandacht voor vragen. We gaan door naar ook wel een van mijn favorieten, de zendtijd voor politieke partijen, ofwel de politieke spotjes. En natuurlijk wordt nu gewoon de Tweede Kamer als filmstudio gebruikt en knipt iedereen maar op los. Maar vroeger had je natuurlijk nog heel veel van die hele schrale spotjes. En ook daar blijkt dat er één spotje uit 2010 bijzonder actueel is. Dus ik hoop dat iemand dit concept overneemt. Bij heel veel Nederlanders staat het water tot aan de lippen. Wij zijn het zat. Dat moet veranderen. Weg met die betutteling. Weg met die bureaucratie. Geen uitkeringen meer voor mensen die niet willen werken. En geen geld meer naar het buitenland. Dat hebben we nodig voor onze eigen mensen in nood. Zoals bejaarden en gehandicapten. Ja, hij duurt nog langer. Hij is fantastisch. Kijk hem natuurlijk terug. Maar eigenlijk, het water staat ons aan de lippen. En we hebben mensen in nood, bejaarden en gehandicapten die we moeten helpen. Hartstikke actueel.
Wat we ook misschien weer in zouden kunnen voeren, is die sportjes van afgelopen jaren, die zijn wel een beetje ontzettend algemeen geworden en een beetje zijig en op enkele partijen na. Maar ik zou willen pleiten voor weer de dwingende politieke sportjes uit de jaren 40. Bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid. En kijk naar die blik van Drees. Gij zult lijst 2 kiezen. En stemmen op de strijder voor sociale gerechtigheid. Drees, de man van de noodvoorziening voor ouden vandaag. Ja, ik weet niet, Julia, maar ik zou echt wel op Drees stemmen als ik deze blik zou zien. Daar is iets gebeurd in de loop der jaren, want in 2006 kwam er een campagne. Nou, die is echt het tegenovergestelde van de dwingende blik van Drees. Namelijk, dit is hoe D66 probeerde om jou over te halen in 2006 om op D66 te stemmen. En dat is alles behalve dwingend. Eigenlijk. 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 Eigenlijk bent u een D66'er. Stem op 22 november, D66. Ja. Eigenlijk bent u een D66'er. Stond trouwens ook in die top 3 van goede politieke slogans. Maar D66 had nog nooit zo weinig stemmen in dat jaar. Goed, een beetje meer naar de actualiteit. De VVD heeft vorige week een spotje gelanceerd. En daar ook wel duidelijk bij gemaakt dat de beelden in dat spotje wel voor corona zijn. Maar ze hebben het vermengd met historisch beeld. Nou ja, kijk maar. We bouwen altijd verder aan een nog mooier Nederland. Dit doen we niet alleen. Overal bomvolle zalen. Ja, oké, okay, we doen het niet alleen. Deze beelden zijn voor corona. En overal bomvolle zalen, zoals ze dat vroeger doen. Ik denk, zet dan ook in je spotje bovenin. Deze beelden zijn ook gemaakt voor corona. En dit gaan we dus niet zien in de campagne. Hè? Mensen dicht bij elkaar. Er wordt waarschijnlijk geen soep en geen rozen uitgedeeld. Of het moet allemaal op hele klinische wijze. Maar die campagne die gaat er heel erg anders uitzien. Enerzijds zou je ook kunnen zeggen, dat is ook misschien wel fijn voor politici, dat ze niet al dat gedoe op straat enzovoort en in die zaaltjes waar heel veel tegenspraak is. Dat hoeft nu niet. En in het verleden zijn er ook momenten geweest waarop politici waarschijnlijk dachten, wat doe ik hier in dit zaaltje in de campagne? Ik stel vast dat het onder deze omstandigheden volstrekt onmogelijk is om maar een begin van een uiteenzetting te houden. En ik ben daartoe onder deze omstandigheden niet bereid. Ja, dat waren nog eens tijden, hè? Dat je lekker naar een partijbijeenkomst ging en dan lekker van 8 uit ging joelen in 1977. Ik had ook van andere partijen kunnen kiezen, hoor. Er zijn werd een hoop geschreeuwd in die tijd. Fijn dus voor politici misschien, dat ze niet al die negatieve geluiden ook horen vanuit het publiek. Maar ik denk dat deze compleet andere campagne die we krijgen komende maanden ook een beetje fijn kan zijn voor ons allemaal. Want dan hebben we ook geen last hiervan. Ja, lieve mensen, dat gaan we allemaal niet meemaken, deze campagne. En dat is toch eigenlijk ook wel hartstikke fijn. Dank jullie wel. Dank je wel, Eveline van Rijswijk. Dank je wel. Ja, halverwege je verhaal had ik heel veel zin in een kolkende zaal. Aan het einde dacht ik, wat is ook wel lekker zo. Hè? Ja, dank je wel. We begonnen net al even, Julia, jij begon er ook al over de coronamaatregelen, de periode waar we nu in zitten. En dat er eigenlijk heel lang een gevoel ontstond van dat die volksgezondheid staat op 1. We moeten dit met z'n allen doen. Oppositie, coalitie. Er is een soort gebreed draagvlak voor alles wat we doen. Heb jij nu het idee dat de campagnes of de kiezer dat beleid langzaamaan binnendringt? Beginnen electorale afwegingen ook een rol te spelen daarin? Ik denk dat ik je vraag niet helemaal snap. Nou, of op dit moment nu, we hebben nu een tijdje erin, de onvrede neemt toe. Je hoort in de Kamer, hoor je ondertussen stemmen opgaan, mondkapjes wel, mondkapjes niet. Is daarin ook iets veranderd ten opzichte van maart, dat iedereen al vooruit kijkt naar de verkiezingen en welke rol ze dan nu spelen? Oh, oké. Okay. Nee, ik denk helemaal niet dat
de mensen die zich niet als politieke junk herkennen, bezig zijn met dat er verkiezingen komen al. Ik denk dat we gewoon allemaal ons hartstikke zorgen maken over of we wel of niet onze moeder mogen knuffelen, of we onze kinderen veilig zijn op school. Ik denk dat de campagne ook nog heel ver weg is voor de gewone mensen. Dat snap ik heel goed. Kees, tegelijkertijd in de Haagse stolp kan soms de werkelijkheid iets anders zijn. Ja, nou ja, Julia zei in het begin al even bij de introductie van dat die campagne, die zou dan ook volgens de kranten beginnen bij de algemene politieke beschouwingen. Dat dat niet gebeurd is. Ik denk dat dat wel gebeurd is. En ik denk alleen dat wij het misschien niet zo direct zien. Maar in het hoofd van al die politici speelt die campagne. En hoe je overkomt en waar je de accenten legt. En of je wel of niet pirouetjes moet draaien rondom de premier. Omdat waarschijnlijk het landschap straks zo verbrokkeld is dat iedereen een kans heeft. Zeker rondom het midden. Wat Asscher heel goed kan, pirouetjes draaien. En dus dat speelt al wel een rol. Ik denk wel inderdaad dat bij normale mensen dat minder een rol speelt. Maar aan de andere kant, je hebt in het buitenland gezien, hè, laten we de Verenigde Staten noemen, maar ook in Groot-Brittannië, zeker het laatste land wat ik goed ken. Daar is toch altijd wel sprake van een permanente campagne. Ja, als je gewoon regelmatig zorgt dat je goed in beeld bent, dat je een verhaal verkoopt gericht op een groot publiek, dan gaan mensen aan je wennen. En dan gaan ze je misschien ook wel als onvermijdelijk gegeven beschouwen. Dus het publiek is er misschien niet bewust mee bezig, maar dat weet jij misschien beter dan ik hoe dat in het hoofd werkt. Maar er wordt wel rekening mee gehouden. Judith? Ja, dus jullie hebben allebei gelijk, denk ik. Dus de algemene, of de normale burgers op dit moment, denk ik inderdaad met andere dingen bezig. Ook als je nu naar het nieuws van vandaag kijkt, dan gaat het eigenlijk vooral over de Amerikaanse verkiezingen, debat daar en weinig over wat hier gebeurd is. Aan de andere kant denk ik wel dat politici bezig zijn zich te positioneren. Spannend vind ik hierbij de rol van de PvdA. En dan zeg je dus dat ineens hele kritische toon aangeslagen wordt tegenover het coronabeleid. En dat is nieuw, dat was eerst een stuk minder. Dus ik denk dat er wel begint afstappen van die rol van we moeten dit met z'n allen even doen. Toe naar een rol waar je dus weer kritisch wordt. Ja. En de andere partij die ik heel spannend vind, of de partijen eigenlijk, zijn de rechtspopulistische partijen, dus PVV en vooral Forum. Die zie je echt zoekende zijn hoe ze zich moeten verhouden met de coalitie, die rare coalitie met viruswaanzin en zo verder. Zijn we nu vriendjes? Ga ik hierop inspelen? Ga ik hopen hiermee stemmen te winnen in deze verkiezingen? Of blijf ik erbij en ga vooral kritisch naar het regeringsbeleid kijken? Dus daar zie je denk ik wel al een soort campagne-effect op hoe politici reageren nu. Ja, Kees, in die zin noemde je ook wel dat er een soort waterscheiding aan de gang is in het parlement. In welke zin? In de zin die Judith net noemt. Aan de ene kant welke stroming willen wij op aanhaken? Waar willen we op meevoeren? Dat zie je wel. Maar dat maakt het voor die partijen zelf ook heel erg lastig. Want als je, laat ik dat woord kritisch zijn eruit pikken. En de Partij van de Arbeid maar eens als voorbeeld nemen. Zeker voor de zomer viel het mij op dat Lodewijk Asscher wel kritisch was. Maar net niet zo kritisch dat het vervelend werd. En vervelend werd voor de premier. En ik heb dat inderdaad pirouetjes draaien genoemd. Namelijk dat als je heel goed weet dat de Partij van de Arbeid sowieso wel eens nodig zou kunnen zijn in een nieuwe regering. En dat hij ook weet dat Rutte daar niet per se een afkeer van heeft. En je ziet dus ook in zo'n debat als vandaag, als partijen dan kritisch zijn, dan wat Rutte heel goed kan, dan lijkt het dat hij als coalitieleider en als premier zegt, dat gaan we niet doen, ik ben het er niet mee eens. Nee, hij geeft eigenlijk bijna op alles toe, waardoor dat kritisch zijn wegzakt. Het is dus heel erg lastig. Het wordt ingekapseld. Ja, het is heel erg lastig sowieso in deze tijd, vanwege de zorg die we allemaal hebben voor onze gezondheid. Om te bepalen hoe kritisch je kan zijn en in hoeverre dat werkt. En met andere woorden ook hoe je moet profileren. Nou ja, misschien Julia, jij kent Asscher vrij goed. Je hebt jarenlang voor hem gewerkt, adviseur onder meer. 12 jaar. En hij is ook mijn buurman, dus ik ken hem echt ziekelijk goed. Ja. Nou ja, welke pirouetjes zie jij hem draaien? Hoe zie je dat hij nu in de wedstrijd staat?
Nou, dat is een hele gelaagde vraag. Maar laat ik eerst maar even op dat hoe kritisch je bent. Ja. En kijk, ik volg hem natuurlijk met bovengemiddelde belangstelling. En ik weet dat op een gegeven moment zat hij voor de zomervakantie bij Buitenhof. En daar was hij uitgenodigd als partijleider van de PvdA. En daar zat hij heel erg de keuzes van het kabinet te verdedigen. En toen dacht ik, wat zit je daar nou te doen, man? Staatsman? Ja, dus ik vroeg aan hem, ben je nou als de premier in wachting aan het presenteren? Of wat wil je doen? Maar hij had zich natuurlijk ook van dat... Ja, weet je, wij denken altijd dat alles strategie is, hè? Maar heel veel is er ook gewoon menselijkheid. Dus dat je, ja, als je 5 jaar vicepremier van dit land geweest bent en er komt een crisis, dan schiet je in die reflex dat je heel verantwoordelijk voelt. En dan ga je dus uitleggen dat er geen... Ja. Dat de keuze tussen gezondheid en economie een schijntegenstelling is. En dan denk ik, ja, wacht nou maar even tot de persconferentie van dinsdag. Dan gaat Rutte dat in zijn eigen zendtijd wel doen. Dan kan jij die zendtijd gebruiken. Maar na de zomervakantie had Asscher, zal ik hem maar even nu noemen, een hele andere toon. En ik heb zelf het gevoel dat hij niet electoraal gekozen is, maar dat hij echt zich gewoon heel erg veel zorgen maakt. Dus dat hij niet kritisch is omdat hij denkt, daar kan ik me lekker mee profileren. Maar hij maakt zich oprecht heel veel zorgen. En ik vond hem aan het begin van dat we net allemaal terugkwamen van de zomervakantie, vond ik hem vrij hysterisch. Ja. Want ik zat nog lekker in mijn jongens, we hebben het onder controle en ik heb een heerlijke zomer gehad. Wat sta je daar nou opgewonden te doen? Maar de tijd heeft hem gelijk gegeven. Weet je, we hebben de tijd niet gebruikt die we hadden om vast vooruit te denken wat we zouden doen als de besmettingen weer opliepen. En ondertussen heeft de PvdA natuurlijk wel, je ziet wel, de peilingen stijgen ook door die opstelling van hem. Ja, maar ik denk, weet je, het had ook gekund dat hij het jongetje wat wolf riep was en dat er niks aan de hand was. Ik heb niet het gevoel, weet je, er zijn... Ik ken hem ook wel zo goed dat ik herken meteen, oh, dat was het ingestudeerde one-linertje wat je met je team hebt voorbereid. En dit is wat je echt meent. Ja, ja, ja. Dus ik heb niet het gevoel dat dat nou heel erg ingegeven was, omdat hij dacht dat... Bovendien, kijk, als ik nog in zijn team zat en hem advies geven, ik denk dat mensen niet stemmen omdat jij zo lekker kritisch bent op het coronabeleid van... het kabinet, mensen stemmen omdat jij een goed verhaal over de toekomst hebt. Dus ik weet ook niet... Weet je, wij zijn allemaal als politieke junkies enorm onder de indruk hoe die dat doet. Maar ik weet niet of het ook al een pull factor is dat mensen daarom op jou gaan stemmen. Ja, tegelijkertijd zie je wel, Kees, daar heb je ook iets van meegenomen, dat bijvoorbeeld Mark Rutte, die heeft op bepaalde momenten heeft hij dat hij op persconferenties Hugo de Jonge... Nou, eigenlijk heel vaak laat hij het moeilijke verhaal vertellen, de technische details, het dashboard van de jongen. Dat is ook ondertussen aan elkaar gekoppeld en we weten allemaal dat dat nog niet supergoed loopt. Tegelijkertijd, soms trekt hij wel de regie naar zich toe op de persconferentie. En dat zagen we bijvoorbeeld 2 weken terug rondom de publicatie van Nieuwsuur over de mondkapjes in de verpleeghuizen. Daar kunnen we ook even naar kijken. Alleen de suggestie, is nou dat advies voor dat vluchtig contact... Is dat nou gegeven omdat er sprake was van schaarste? Nee, dat is gegeven op basis van een inschatting van het besmettingsrisico. En het besmettingsrisico werd heel gering geacht. En het is hetzelfde type besmettingsrisico, vertelde Jaap ons, van Disselons, waarbij ook het RIVM zegt, als dat zich voordoet in een bron- en contactonderzoek, dan gelden er ook hele lichte adviezen. Nee, dus in die zin is de derde categorie was dat. Ja. Ja. Zorgorganisaties zeggen hierdoor schade te hebben ondervonden door deze richtlijn. Als ik u zo hoor, dan hebben zij weinig kans om daar compensatie voor te krijgen. Ja, maar even. Ja. Jij hebt nu het RIVM gevraagd ook nog even op papier te zetten. Dus dat krijgen we ook en dan gaan we ook met de Kamer delen. Dus we gaan dat nog even helemaal uitlopen. Okay. Mag ik een ander? Wat zien we hier, Kees? Waarom doet hij dit? Je moet het eigenlijk een keer of 5 terugzien. Dan kom je er misschien vanzelf achter. Rutte ziet die ziet Hugo de Jonge wat de afgelopen maanden steeds al te merken was. Die gebruikt zoveel woorden waar voor een deel niets van te begrijpen is. En nu, de laatste tijd, is het ook een beetje dat het iets wanhopigs heeft. En in de zin van, waar wil je nu heen? Ja. Wat gaan we doen? En die mondkapjes kwestie is natuurlijk een beetje de metafoor voor dat probleem.
Van onduidelijkheid en gebrek aan draagvlak. En dat mensen niet echt vertrouwen in hebben. Hè? Want je hoort het nou vandaag. Ja, wat is nou het beleid? En moeten we nou mondkapje zo om of zo om? Of mag het om 10 uur af? Of weet ik veel wat. Ik vind dat mensen daar trouwens ook wel een beetje over lopen te mekkeren. Maar goed, dat is voor een andere bijeenkomst. Maar wat Rutte hier doet, is dat hij denkt, ik grijp maar even in, want dit wordt helemaal niks. Die persconferentie van ons gaat naar de knoppen. Het enige probleem is dat Rutte eigenlijk helemaal niet precies wist wat hij goed moest zeggen. Want hij had zich niet goed voorbereid in dat mondkapjesdossier en die onvermijdelijke studies en onderzoeken van de schaduwpremier Jaap van Dissel. Ja. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. En na dit moment werd bekend dat Hugo de Jonge een deel van zijn taken ging afstoten. En dat is gezien, in de pers zag je dat ook overal, dat hij dan meer aandacht aan de coronacrisis kon besteden. Maar gewoon omdat hij begon te wankelen. Het is ook ongelooflijk zwaar. Je krijgt heel veel kritiek, zeker in dit land. Je kan het niet goed doen. En Rutte zag volgens mij, daar is hij heel erg goed in. Rutte is goed in, dat zullen we misschien straks nog horen van de Rutte-kenner, Jan Driessen. Laat die het maar oplossen, als ik er maar geen last van heb. En nu begint de situatie te ontstaan dat Rutte last gaat krijgen van een niet helemaal op waarde getaxeerd en misschien ook niet zo goed functionerende Hugo de Jonge. Dus ik dacht, ik moet dat terugnemen, want straks krijg ik er last van. Julia? Kijk, er zijn eigenlijk twee facetten aan Mark Rutte. Mark Rutte is een hele strategische politicus, maar ook een hele goede teamleider. Dus hij weet precies wanneer hij afstand moet nemen en wanneer hij iemand weer naar zich toe moet trekken om zelf politiek te scoren. Maar hij is ook verantwoordelijk voor zijn team. En dat doet hij. Ik heb dat aan de achterkant zien. Hij vergeet geen één verjaardag. Als je ziek bent geweest of er is iets met je moeder of je schoonmoeder of je achternicht, het is altijd Mark Rutte degene die daar even op komt. En als hij op een gegeven moment ziet dat iemand er zo doorheen zit, dan is hij ook gewoon wel heel erg een teamspeler en loyaal. En ik denk dat je het kantelpunt van ziet. Hier valt politiek niks meer op te scoren. Hier is gewoon iemand die er aan onderdoor gaat. En waar die dan voor moet staan ook. En dat is die andere kant van Mark Rutte. Maar is het dan over, Kees? Ja, nou, ik wil dat is heel mooi en liefdevol gezegd en waargenomen over Rutte. Maar het moet gezegd, Rutte is ook echt wel iemand als politicus. Als hij er last van krijgt, laat hij je ook zo vallen. En dan draait hij zich om en loopt weg. Ik herinner mij de besprekingen dat tijdens, ontken ik niet. Tijdens de formatie met Edith Schippers. En toen was opeens de discussie over de premieafhankelijke ziektekostenverzekering, waar Schippers niks van af wist. En die was ongelooflijk kwaad. Niet achter de schermen kwaad, maar gewoon en plein publiek, recht in het gezicht ook van ons, de volgers van die formatie. En heb ik begrepen, is daar ook een zeer moeilijke periode geweest, waarbij ze elkaar nauwelijks meer spraken. Dus Rutte kan ook heel hard zijn. Als hij er last van heeft en het schaadt hem, dan kan hij ook afscheid nemen. Maar tegelijkertijd, als we dan naar Hugo de Jonge kijken, hè, de nieuwe lijsttrekker van het CDA, die heeft zijn taken heeft hij gedeeltelijk overgedragen omdat het hem te veel werd. Ik zit ernaar te kijken en dan denk ik, eigenlijk is het toch wel een beetje gek dat in de grootste crisis die het land sinds jaren gehad heeft, je ook nog naast je baan als minister van Volksgezondheid, dat je ook nog campagne gaat voeren de komende maanden. En dat je ook nog op je vrijdagavond dat nog eens moet doen. Is dat iets waar ze in het CDA zich zorgen om maken? Ja, want daar heb ik met enthousiasme al een paar keer op de zender kunnen vertellen dat er bij het CDA gewoon gewerkt wordt aan een plan B. En iedereen zal dat ontkennen bij het CDA, maar dat hoort er ook bij. Maar daarom is het er nog wel. Men ziet de zorg de taak eigenlijk, van Hugo de Jonge. Laat ik dat ook positief zeggen, maar het is echt, je gunt het niemand, die verantwoordelijkheid bijna. Het tweede is, hij is ook vicepremier, dus krijgt alle dossiers voorbij.
Krijgt hij op zijn bureau, moet hij ook een mening over hebben. Hij is de eerste vicepremier dus. Hè. Dus als Rutte er niet is in Brussel morgen, bijvoorbeeld vanwege Europese top, is het Hugo de Jonge die de persconferentie moet geven. Doet hij dat niet, dan gaan wij ook allemaal daarover zeuren. Hey, is er iets met hem? Dus hij moet het wel doen. Maar hoe ziet het plan B eruit? Nou, namelijk dat hij afscheid moet nemen van een van die taken en misschien wel de taak van het zijn van lijsttrekker. En dat kan je niet zomaar doen. Dat de voorzitter van het CDA zegt Hugo, we hebben er nog eens over nagedacht. Na die rare stemming, weet je wat, zou je het toch maar niet doen. Dat plan B bestaat eruit dat de man die als talent wordt gezien in het CDA, Wopke Hoekstra, die heel erg graag niet op de lijst wil, want die vindt het een ontzettend gezeur om met die kiezers te praten en dat enzovoort. En dat hij dat uiteindelijk dat toch gaat doen. Dat hij dat toch als konijn het over En ook op die lijst dus zal moeten. En dat zou me niet verbazen. Maar goed, dat is. Het kan ook allemaal anders lopen, maar er wordt wel over nagedacht. En iedereen loopt natuurlijk in deze crisis ook wel risico. Als het allemaal erger wordt en er worden hele grote fouten gemaakt, aanwijsbare fouten, verwijtbare fouten. Ja, dan kan ook zelfs die positie van Rutte, die eigenlijk onaantastbaar lijkt, ook opeens verslijten. En er is natuurlijk nog een lijsttrekker die in het kabinet zit, dat is Sigrid Kaag. En dat zie je natuurlijk ook al de afgelopen weken rondom bijvoorbeeld de Moria-deal. Dat ze daar toch ook wel zoekt naar hoe kan ik nou hierin aan de ene kant geloofwaardig zijn en zeggen dit is niet mijn deal, dit is niet hoe ik het wil. En aan de andere kant aangeven dat ik heb moeten ondertekenen voor de lange termijn. Ik kijk met heel veel empathie naar zowel Hugo de Jong als Sigrid Kaag, omdat ik er heel veel herken uit het lijsttrekkerschap van Lodewijk Asscher 4 jaar geleden. Toen Lodewijk lijsttrekker werd, was hij ook nog een minister met een hele zware portefeuille en vicepremier. En zijn vader werd dodelijk ziek. Hij heeft 3 jonge kinderen. Hugo de Jonge heeft ook 2 jonge kinderen die je ook toch gewoon af en toe nog wat aandacht wil en moet geven. En dan al die ballen in de lucht houden, terwijl je ondertussen alles op jou alle successen van het kabinet waren voor Rutte, alle falen van het kabinet waren voor Asscher. Dat kan Mark Rutte ook heel goed. En dan dat dodelijke vermoeide en dan alle talkshows aflopen waar je alleen nog maar de vraag krijgt, hoe komt het toch dat je zo laag in de peilingen staat? Dus nou ja, dat zie ik nu met Hugo de Jong gebeuren. En Sigrid Kaag zie ik iets anders bij gebeuren, wat ik ook herken, dat je vrij laat het partijleiderschap overneemt in de strijd. Bij Lodewijk was het december of nog later, maar dan is dus de lijst en het verkiezingsprogramma is eigenlijk al allemaal staat in de stijgers. Daar kan je misschien nog een accentje hier en daar aan veranderen, maar heel veel effect heb je er niet meer op. En de verantwoordelijkheid voor de afgelopen jaren kan je ook niet echt nemen, want alle deals zijn door Rob Jetten gesloten. En dan moet jij dus met jouw verhaal over dat nieuw politiek leiderschap en dan alles wat je graag anders wil, valt onder de verantwoordelijkheid van D66-ministers. Maar dat kan zo zijn, maar dat weet D66 toch ook? Dat zie je toch aankomen? Jawel, maar er is ook nog zoiets als procedures. Dus bij democratische partijen heb je een lijsttrekkersstrijd. En wij denken altijd dat iedereen staat te trappelen van ongeduld om lijsttrekker te worden. Maar zo ontzettend enthousiast zijn mensen daar vaak ook niet over. Dus die moeten er goed en lang over nadenken. Want het vraagt nogal wat van je. Ja, en dan kom je dus in zo'n molen waar je in een strategie die eigenlijk al staat. Ik heb dat vreselijke fragment van Job Cohen net, dat hij daar de polonaise. Dat je in zo'n staande campagne komt. Ja, hoe kom je er nou terecht? Die jou niet past. Ja, en wat doe je dan nog om die te veranderen? Dat is eigenlijk gewoon onmogelijk. Nou misschien in dat kader, als we het ook dan over de rol van de media hebben. Want we hebben het nu gehad over of de politici al bezig zijn met die campagne in hun hoofd te voeren. En je ziet ook natuurlijk dat de media misschien een beetje aan het voorsorteren op welk verhaal willen we vertellen in de afgelopen jaren. We hebben een fragment meegenomen dat sluit aan bij jouw verhaal, denk ik, van Lodewijk Asscher bij De Wereld Draait Door in 2017. Nou, als je het over een frame hebt, ik zou meteen naar huis gaan en in bed gaan liggen als me dit overkomt wat Lodewijk Asscher daar gebeurde. En er zit gewoon veel woede bij een behoorlijk deel van de PvdA-kiezers. En omdat er voor hen wel alternatieven zijn, de GroenLinks, D66, SP... ook als ze redelijk positief, en dat zijn ze eigenlijk wel over Asscher, vinden ze niet. Ze moeten eerst die woede afreageren. En net zo goed als je net zei over Groningen, dat sorry zeggen. Die woede gaan ze afreageren op 15 Maar dan is er voor Lodewijk Asscher geen houden aan.
Als dit waar is wat jij zegt. Ja, als je het eerlijk zegt. Ik bedoel, ik ben ook de maximale gaan kijken. Hmm. Ja, als iedereen die nog de PvdA een kans geeft gaat stemmen op de PvdA, dan zou dat 18 zetels zijn. Maar zelfs dat is heel onwaarschijnlijk. Ja, en dat ging nog wel even door. Eigenlijk moest je er niet meer aan beginnen. Zien we nu ook al dat soort frames ontstaan, Kees? Je had het over Jesse Klaver, dat daar toch ook wel een beetje het beeld ontstaat dat hij het niet meer gaat zijn? Nou, meer ook omdat hij het al heel lang doet. En dat hij, nou, daar moet je ook maar op letten bij die debatten, heel erg coöperatief praat. Natuurlijk ook in die coronacrisis. En nogmaals, daar moet je een beetje op letten hoe kritisch je bent. Omdat dat anders toch ook gezien wordt als, ja, hallo, jij zit niet in het kabinet. Jij hebt niet die verantwoordelijkheid. Dat is makkelijk praten. Maar ja, Klaver heeft natuurlijk één hele grote fout gemaakt, dat vind ik althans, door niet aan deze coalitie mee te doen. Ze zijn er een beetje ingeluisterd tijdens die formatie door het CDA. Niet doordat het CDA zei, ze moeten niet meedoen, maar het CDA was toen heel slim, voert nou iets te ver. Dus misschien voor vanavond laat, nou ja, tot 10 uur dan. Om dat nader uit te leggen, namelijk dat het CDA erin geslaagd was om GroenLinks zelf te laten beslissen dat ze iets over de vluchtelingen gingen, hun zin niet kregen. Maar goed, dat was gewoon een tactische blunder van formaat. Maar GroenLinks wil heel erg graag meedoen. En dat is echt het doel van Jesse Klaver, meedoen. En als dat niet lukt, ook doordat die uitslag tegenvalt en in het totaal van de zetels die nodig zijn voor een coalitie, ja, dan denk ik dat dat voor hem wel een beetje gedaan is. En het is niet omdat ik dat per se vind. Nou ja, goed, ik spreek natuurlijk wel mensen, ook normale mensen, de paar die ik dan nog ken, die zeggen, ik ben er wel een beetje klaar mee met Klaver. Maar dat is een soort wetmatigheid. Dus geloof ik, weet ik veel, 8 jaar al de leider daar. En dat is behoorlijk lang. Dus mensen willen ook wel iets van hem zien dan. Ja, en dat is in een kabinet. En wat mij betreft is de strategische blunder vorig jaar bij de APB geweest. Toen hij het over scoringspolitiek had. En eigenlijk alles weggaf. Hij wilde zo graag vervol aangezien worden en meedoen, dat hij al zijn kaarten weggaf. En ik ben heel erg tegen scoringspolitiek. Ik word er kotsmisselijk van. Maar echt iets bereiken voor mensen is heel wat anders. Ja. Dus ik denk, hij maakte zichzelf daarmee even heel populair met een goed verhaal te houden. Maar daarna was hij niet meer relevant. En ja, wat ik heel jammer vind, want jij zegt hij zit er al zo lang. Ja, voor mij zit hij er nog helemaal niet zo lang. Het was natuurlijk nog zo kort geleden was hij de belofte van de toekomst. Dat Katelijne Buitenweg heeft besloten niet door te gaan. En als Jesse het niet overleeft, dan zou zij een hele goede opvolger zijn. Maar zij staat niet op de lijst. Ja, jullie gaan nu uit van een heel lang geheugen van de kiezer. Hè? En er zijn vast kiezers die nog daarover nadenken wat Jesse Klaver vorig jaar gedaan heeft. Maar ik denk, uiteindelijk gaan deze verkiezingen besloten worden in 2021. En voor de meeste kiezers die gewoon de waarheid is, niet zo betrokken zijn bij politiek dan wie dan ook in deze zaal of wie dan ook thuis kijkt, gaat het om wat dan speelt. En eigenlijk is de belangrijkste mechanisme in een politieke campagne om dat onderwerp of die vraag die jij oplost naar voren te spelen. En voor een groene partij is dat, als we het met z'n allen hebben over klimaatwandel en de verandering en bosbranden, dat is goed voor de groene partij. Maar als we het met z'n allen hebben over corona, dan kijken we naar degenen die op dit moment bezig zijn met de coronacrisis oplossen. En waarover jullie het eerder hadden, Hugo de Jonge en die rol als minister. Als het maar lukt als leider door van deze coronacrisis er doorheen te komen, dan profiteert hij daarvan, ook al functioneert hij niet zo goed. Want dan zie je dat zelf in die landen waar corona heel slecht aangepakt wordt, je nog steeds die rally around the flag effect had. Dus zelfs Boris Johnson en Trump kregen steun op het moment dat die crisis kwam, omdat in een moment van crisis mensen achter de leider gaan staan. Niet allemaal natuurlijk, dat is nooit deterministisch, maar een heleboel wel. En, en daarom gaat het eigenlijk veel meer, niet zozeer over wat Jesse Klaver een jaar geleden gezegd heeft, maar waarover het met z'n allen in 2021 gaan. Ja, maar dat is ook een wijze constatering, hoor. Ben ik ook echt met je eens. En uiteindelijk wordt de uitslag bepaald in de laatste weken.
Maar gewoon hier is het leuk om een stukje geschiedenis te vertellen. En ook om te laten merken dat je het heel goed volgt. Het is natuurlijk wel zo dat er nu al wel een gevoel kan ontstaan bij kiezers, potentiële kiezers, die nog helemaal niet bezig zijn met op wie ga ik stemmen, maar wel op een soort sleetsheid van, oh, daar heb je hem of daar heb je haar weer. Dat kan wel. En mijn ervaring is, hè, wat wij zeggen is eigenlijk totaal niet relevant, behalve dan in die zin dat journalisten die straks verslag gaan doen van de campagne en de mensen die de stellingen bedenken voor de debatten en wie ze tegenover wie zetten, zijn daar wel allemaal nu mee bezig. En ik heb ook meegemaakt in die campagne van 2017... van tevoren leek het gaan over of Wilders de grootste zou zijn en wie de beste anti-Wilders was. En in de campagne, Wilders onttrok zich helemaal aan de campagne, dus dat speelde helemaal niet meer, ging het opeens over hele andere dingen. En dan kom je dus in een losers of een winnaars frame. En dat wordt de hele tijd versterkt. Dus al dat geouwe hoer van ons tweetjes hier en al die andere mensen die daarmee bezig zijn, is in die zin relevant dat het tapijt wordt nu gelegd. Dus krijg je straks al die vragen van hoe komt het eigenlijk dat je zo populair bent? Of hoe komt het dat je eigenlijk zo'n loser bent? Want ik heb altijd dat voor mij traumatische Carré-debat, wat waarschijnlijk ook al iedereen vergeten was, maar waar eerst Lodewijk kreeg de vraag van waar blijft het Usher-effect? En dat vind ik echt, daar zijn echt wel antwoorden op, hoor. Dus dat deed hij ook gewoon niet goed. Maar weet je, wat is dat nou voor een rare vraag om iemand te stellen, waar blijft het Usher-effect? Ja, weet ik veel. Misschien is dat een goed antwoord. Ja. Emiel Roemer kreeg de vraag hoe hij sowieso er überhaupt nog was en of hij nog wel uit zijn bed kon komen. En Jesse Klaver kreeg de vraag van wat voor auto rijden. Okay, en dat bepaalt heel erg of je dat bandwagon effect krijgt. Mensen willen niet stemmen op een partij die een loser is. Maar dan in zekere zin, als we het over deze avond hebben, wat zijn we nou aan het doen? Want de campagnes zijn helemaal nog niet helemaal losgebarsten. Mensen zijn bezig met corona, dus waar hebben we het nou eigenlijk over? En tegelijkertijd beschrijven jullie iets fundamenteels. Of iets belangrijks wat nu al aan de gang is en in die laatste weken bepalend kan zijn. Dus we moeten het toch ergens over hebben nu om te snappen wat daar gebeurt. Wat is dan het belangrijkste waar we nu mee bezig zouden moeten zijn? En dan bedoel ik eigenlijk vooral... En wie zijn we dan? Nou, we zou ik zeggen de politiek geïnteresseerde die denkt, ik wil snappen wat de dynamiek is, wat er aan de hand is. En ik wil ook me niet te veel laten leiden door dat winner-loser. De media houdt van een tweestrijd. Dus op een gegeven moment zal je ook alweer krijgen, wordt het die of die. Hoe kunnen we ons daaraan onttrekken, Judith? Kun je even het antwoord op de vraag geven? Ja. Ja, dit was echt een hele moeilijke vraag. Dus de vraag gaat over hoe kan je als burger die de media volgt, je de media onttrekken? Nou ja, aan de ene kant kunnen we het heel klein maken de avond en zeggen wat zijn we nou aan het doen? Want de campagnes moeten nog loskomen. En aan de andere kant leggen we blijkbaar met z'n allen nu een tapijt wat in die laatste weken effect gaat hebben. Nou ja, ik wil er, tenzij ik je onderbreek. Een soort Rutte-situatie. Doe jij het maar. En als het misgaat, dan vangen wij het wel op en bedenken we iets heel anders. Ja, maar waar het denk ik aardig is om op te letten, vind ik vooral bij de partijen, zeg maar de traditionele partijen van het midden en rond het midden, hoe zij zich gaan profileren en in hoeverre dat werkt. Namelijk, laten we GroenLinks nemen, de Partij van de Arbeid, de SP. Die hebben natuurlijk met dikke verkiezingsprogramma's. Het is van de SP nu ook uit. En durven zij zich echt te profileren zoals ze dat altijd in het verleden deden? Voor dit, tegen dat. En of dat in deze tijd wel helemaal werkt, terwijl het gevoel in de samenleving is, we zitten met een zo reuze groot probleem, wat we samen moeten oplossen en samen moeten verdragen. En samen moeten delen, dat lot dan vooral. Dan werkt misschien die traditionele profileringsdrang niet. Dus daar ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig naar. Dus als je je te scherp profileert, sluit je je eigenlijk al uit. Eén voorbeeld, SP verkiezingsprogramma concept is uit. Daar staat dat ze uit de euro willen. Ik werd er door de SP op gecorrigeerd dat het er zo letterlijk niet staat, maar wel op neerkomt.
even los van persoonlijk mee. Dat sms is zo staat het niet, ja, maar daar komt nee, het wel maar meer. Goed, dat willen ze dan eigenlijk wel. Ik vind het een bezopen standpunt. Maar goed, daar ben ik dan even kwijt, hebben we dat gehad. Maar zij hebben een aantal profileringsonderwerpen waarbij ze ook moeten nadenken. Iemand zei me dat ook uit die partij, uit die top. Van ja, we moeten weten dat we wel dingen moeten inleveren. En als we nou eens een keer mee willen doen, moeten we ons daar misschien ook iets anders in opstellen. Nou, dat geldt voor GroenLinks, dat vind ik dat je dat heel erg ziet. En voor de Partij van de Arbeid zal je dat ook zien. Er is eigenlijk één partij die mij nu al heel erg opvalt en het verdraaid goed doet, wat eigenlijk geen partij is, namelijk Geert Wilders. Die is heel goed, opvallend goed bezig, vind ik. Even los van wat je van de standpunten van die partij vindt. Maar hij legt wel heel vaak de vinger op de zere plek, op de discussie die mensen thuis hebben. Ja. En die kan zich wel profileren, want die weet zeker dat hij niet in een kabinet zal komen. Dus die heeft het eigenlijk van iedereen het makkelijkst. Misschien tot slot voor deze ronde en dan gaan we naar Jan Driessen. Judith, eigenlijk wat jij net zei, wat wel interessant is, het is zoeken naar een manier waarop je het verhaal wat jij wilt vertellen naar voren kan duwen en onderdeel van het gesprek kan maken. En tegelijkertijd, wat Kees zegt, is dat de coronaproblematiek momenteel zo'n schaduw werpt dat ontzettend lastig gaat worden. Zie jij mogelijkheden om dat wel te doen? Bijvoorbeeld voor die groene partijen of je zag Pieter Heerma, die begon bij de Algemene Politieke Beschouwingen over grote ideologische over woningmarkt. Die had een heel ander verhaal eigenlijk dan alleen de coronaproblematiek. Maar ja, dat blijft dan toch wat minder hangen misschien. Dus hoe kan je daar verandering in brengen? Ja, ik vind het een ontzettend spannende verkiezing, omdat we ook in het afgelopen jaar van de liberale partijen linksbeleid gezien hebben. Dus dat maakt het ook wel moeilijk voor de linkse partijen om voor hun eigen standpunten te staan. Er is heel veel geld, staatssteun uitgegeven, je had het daar ook over. Dus dat maakt het allemaal, dat vertraait het allemaal en dat maakt het dan lastig om op de klassieke onderwerpen te scoren. Want dat hebben ineens de rechte partijen gedaan en de rechte partijen aan de andere kant hebben zichzelf in een inconsistentie gebracht. Dus ik verwacht dat dat een heel spannend zoektocht wordt naar hoe je dat nou wel moet doen. Ik verwacht ook dat de coronacrisis andere onderwerpen met zich meebrengt in het aankomende jaar. Stel, we hebben bijvoorbeeld die vaccinatie binnenkort. Dan gaat het over wie krijgen die vaccinaties. Wat doen we met die mensen die zich niet willen laten vaccineren en zo verder. We krijgen steeds meer die economische crisis in aantocht en dat moet dan opgelost worden. En dat vraagt weer om andere type antwoorden. En ook dat moet allemaal heel snel bedacht worden. En ook daar is niet tijd om heel veel focusgroepen te houden. Te kijken wat is nou de juiste antwoord. En misschien gaan we dus in deze campagne veel meer echte authentieke antwoorden horen. Die op het moment geboren worden. En dat vind ik super spannend. Dus ik vind het helemaal nieuwsgierig. Nee, ik hoop dat heel erg. Dat woord sla ik sowieso heel erg op aan, op authentiek. Kijk, als je kijkt naar. We zitten nu in een totaal andere situatie dan we gewend zijn bij de vorige verkiezingen. Zelfs de crisis in 2008 was een vrij overzichtelijke crisis. We wisten waar het door die kwam en wat er moest gebeuren, ongeveer. Dit is een hele onzekere tijd waarvan we echt niet weten hoe lang het nog duurt, wat de uitkomst is, wat de impact is. En eigenlijk alleen de populistische partijen slagen erin die emotie te kanaliseren. En de rest van de Kamer heeft geen antwoord erop. Dus wij hebben allemaal rationele verhalen, maar emoties, op straat ligt het zo dik op de stoep. De angst, de woede, de frustratie, de eenzaamheid, de wanhoop. En ik denk dat iemand die dat met een hoopvol verhaal kan raken, die emotie, dat die wel eens heel succesvol kan zijn. Ja, en dat leer ik ook. Ik ben een ontzettende fan van Jacinda Ardern. Nieuw-Zeeland, De premier van Nieuw-Zeeland. En ik vond haar heel, heel goed, maar de manier waarop zij haar volk toespreekt in die coronacrisis. Ik volg haar heel erg fanatiek. En dan zie je, zij geeft dus de persconferenties, maar ook Facebook Live dingen. En dat doet ze heel anders dan Mark Rutte en Hugo de Jonge dat deden. Zij doet dat vrijwel dagelijks. En dan schieten de hartjes je om de oren. Want zij heeft zo'n warme toon en zoveel begrip voor mensen die bang zijn en die het moeilijk hebben. Ja. Zij gebruikt heel veel woorden aan gevoelens van mensen. Dus dat is een les. Politici nu, kijk naar haar en zie hoe het ook gaat. Nou ja, weet dat emotie is nu belangrijker dan ooit tevoren. Nou, ooit, maar heel goed. Korte geheugen van ons. We gaan naar Jan Driessen. Als het goed is, heeft hij meegeluisterd en zit hij ergens achter zijn computer. Ja, daar is hij. Dag Jan.
Hallo. Goedenavond. Hallo. Volgens mij zit jij nu... in de Bali. Ja, en waar zit jij nu? Jij zit nu aan het... Ik zit aan mijn kantoor hier in het Damrak in Amsterdam. Aan het natte Damrak in Amsterdam. Maar wel in vrijwillige quarantaine, zoals Mark Rutte dat gevraagd heeft. Ja. Ik ben in mijn 10 dagen in Nederland vanaf Spanje. Dus ik moet me in quarantaine houden. Misschien even heel kort om je te introduceren. Directeur Q&A Communicatie. Gedurende de campagnes van 2006-2007 campagnestratege voor Mark Rutte en de VVD. Tegelijkertijd om je neer te zetten, ik heb het idee, je was campagnestratege voor de VVD, maar nog steeds word je volgens mij wel veel gebeld en gevraagd. Hoe vaak spreek jij Rutte nog? Nou, dat is de laatste keer rond het overlijden van zijn moeder gebeurd. Dus dat is niet meer nu zo intensief. En daar heb ik ook zelf voor gekozen om op afstand te staan. Je moet dit echt heel intensief doen. Je moet daar dagelijks mee bezig zijn in die periode van 2006, waarin het heel erg lastig is geweest, ook voor Mark Rutte zelf en het jaar daarna ook nog, was dat gewoon dag en nacht werk. Het was gewoon een baan naast de baan. Het was 24/7. Ja. En het heeft mij ook bijna mijn relatie gekost in die maanden. Ja, daar gaan we verder dan niet te diep op in, op die relatie. Maar waar we wel misschien wat meer op in kunnen gaan, is hoe jij kijkt naar die campagnes waar we nu... Of we nou voor de start zijn of al een beetje onderweg zijn, laat ik even in het midden. Maar wat is volgens jou het belangrijkste als je hier naar luistert, waar we het over moeten hebben in die campagnes die komen gaan? Nee, Julia zei het net al. Er ligt zoveel emotie, er ligt zoveel wantrouwen. Er is een vertrouwenscrisis van hier tot Gunders. Niet alleen een coronacrisis, er is een vertrouwenscrisis op dit moment aan de gang. En als je dan nu, zoals ik, van buiten naar die bubbel kijkt, dan stijgt de verbijstering, maar ook de angst op. Ook als ik zo'n debat vanavond hoor, dit debat, ik loop ook al iets langer mee, zoals Kees. En wij liepen op jouw leeftijd al in Den Haag. Dit is allemaal 40, 30 jaar geleden. Ik ben er 20 jaar weg. En dan zie ik dit debat en dan zie ik de campagnes en dan denk ik, wat is er in hemelsnaam veranderd? Waar is de urgentie? Waar is de vernieuwing? En als je kijkt naar het bedrijfsleven, waar ik nu aan adviseer, en ik ben ook 6 jaar voorzitter geweest van alle adverteerders in Nederland, en je hebt in die jaren gezien dat het Nederlandse bedrijfsleven van gewoon adverteren en van gewoon je mededelingen doen, dat niet meer werkt. En dat die vertrouwenscrisis dicteert dat je een blijvende, echte dialoog, een echt contact, een relevant contact met al je doelgroepen moet hebben. En dan zie ik de verantwoordelijke partijen, de middenpartijen in Nederland, de PvdA, CDA, D66, VVD, nog steeds op de millimeter campagne voeren en zeggen, wake up, wake up. Er is een heel ander debat gaande. Wij moeten Nederland redden. En misschien overdrijf ik nu en chargeer ik, maar we moeten zorgen dat we onze democratie en beschaving behouden. Ik ben met Max van der Stoel in de tijd voor Brandpunt en Netwerk, die al op leeftijd was, naar alle uithoeken van de wereld geweest. Ik ben bevoorrecht. Ik heb gezien hoe die in Kyrgyzstan en Tajikistan liep en zei, jongens, hier is de beschaving weg. En de beschaving in Nederland is flinterdun. En als je kijkt naar wat er nu bij de Brexit is gebeurd, en als je kijkt ook vannacht, ik heb met verbijstering en groeiende angst gekeken naar het debat tussen Trump en Biden. Ik ben opgebleven en ik kon daarna niet meer slapen. En als je ziet dat hij nog zulke enorme hoeveelheid volgers heeft en dadelijk ook kiezers, dan slaat de angst om je hart en dan denk je wakker worden. Waarom zijn onze middenpartijen niet in staat om... Het gaat dadelijk niet tussen Lodewijk Asscher en Rutte of tussen andere partijen. Het gaat tussen de verantwoordelijke partijen en de populistische flanken. En dan hebben we godzijdank een hele kleine linkse flank, maar die rechtse flank behoort tot de tweede partij in Nederland. En dan denk ik, wake up, daar gaat het debat over. En Judith zit erbij over micro-targeting, over profiling, over de middelen. Het is in de tijd van Nederland dat wij in vrijheid leven, de afgelopen 75 jaar, nog nooit zo makkelijk geweest om miljoenen mensen instant te bereiken. En vroeger deed je er een half jaar over om het Malieveld terug te krijgen. Nu 2 dagen met betaalde WhatsApp-campagnes. Ja. En als je daarnaar kijkt, we hebben vannacht dat debat gezien. 4 jaar geleden, mag je raden hoeveel verschillende posts de Trump-campagne de wereld ingeslagen heeft en gestuurd heeft op dat debatavond alleen. Dat zijn al 175.000 geweest. Niet 1 post. We staan hier te flyeren op de markt in IJmuiden, zoals D66 en de VVD doet. 175.000 verschillende posts op 1 dag. Gedurende die campagnedag. Maar zie je dat ook naar Nederland overslaan? Ja, dat zie ik helaas. Je ziet dat de Forum voor Democratie in no time
de allergrootste ledenpartij is geweest. Dat hebben ze niet met flyeren langs de deuren gedaan. Je ziet dat daar in de top het bedrijfsleven zit. Mensen die exact weten hoe ze dit moeten doen. Je ziet dat zij, zoals in andere landen, en ook de PVV doet dat, op angst gebaseerde campagnes baseren. De angsten, jullie hadden het er net over, die op straat leeft, dat verpakken ze herkenbaar of onherkenbaar. En heel veel van die campagnes zijn onherkenbaar. We zijn ons echt kapot geschrokken in de campagneteams toen we de budgetten zagen van Forum voor Democratie. 2 miljoen, hè, dat was een mediabedrijf, dat was geen politieke partij. 2 miljoen om dit soort zaken te betalen. Ter vergelijking, de VVD heeft 250.000 euro daarvoor. Dan zie je dat dit natuurlijk impactvoller is dan impactvol. En je kunt met heel weinig middelen een enorme impact op social bereiken. Een enorme impact in WhatsApp-groepen gebruiken. En een heel volk brainwashen. En is onze beschaving daartegen bestand? Zonder dat wij daar, ook in dit debat, ook in Politiek Den Haag, ook bij de campagneteams, voldoende weerwoord op geven. We geven daar geen weerwoord op. Maar misschien dan, als ik dan heel even snel naar Judith ga, hè, want we kunnen het hebben over de urgentie, over de beschaving, we kunnen het ook over de techniek hebben. Dan zien we tegelijkertijd op, Forum voor Democratie is een voorbeeld wat genoemd wordt. Die heeft natuurlijk eigenlijk, misschien voeren wij een oud gesprek hier over wat er in de Kamer gebeurt en wat wij ervan vinden en wat de kranten schrijven. Maar ondertussen op Facebook, op Twitter, op Instagram is het al lang, wordt er een heel ander gesprek gevoerd. Zie jij dat er ook andere partijen zich daarin mengen? Of, want heel vaak neigen we alleen naar Forum te kijken als we het hebben over Facebook-campagnes en de invloed daarvan op mensen. Ja, dit is, je hebt een heleboel dingen genoemd waar ik iets over zou kunnen zeggen. Nu moet ik een beetje kiezen waar ik begin. Het gaat over, gaan andere partijen, dat was je specifieke vraag, gaan andere partijen dat ook gebruiken? Ja, we weten uit onderzoek eigenlijk alle politieke partijen daarover nadenken. Sommigen, zoals D66, hebben gezegd, we stoppen ermee. Echter, die situatie zoals... Waar stoppen ze mee? Sorry. Met microtargeting. Okay. Precies, met microtargeting. De situatie zoals die zich voordoet in Amerika is niet 1-op-1 overdraagbaar op hier, omdat wij hier een andere privacywetgeving hebben. Dus in Amerika heb je per burger zoveel datapunten. En sterker nog, als je in Amerika wil kiezen, moet je alvast zeggen of je waarschijnlijk op een democraat of een republikein gaat stemmen. Al die data worden samengevoerd en daar wordt dan op maat gemaakt en reclame naartoe gestuurd. En dat is inderdaad een heel eng verhaal. Dat is in Nederland veel moeilijker, omdat je dat soort registers nog niet eens mag hebben. Degene die dat wel kunnen doen, zijn de sociale netwerken. Dus bijvoorbeeld Facebook biedt aan dat je politieke reclame kan versturen via dat, via die platform. Echter, zeggen zij, dat moet je wel kenmerken en dan komt het in zo'n bibliotheek terecht en dan kan iedereen het bekijken en dan kunnen we kijken hoe eng het is. En nu komen we op Forum. Die staan dus niet in die bibliotheek. Die hebben dus heel veel geld uitgegeven, maar we kunnen eigenlijk als wetenschappers niet zien wat die nou precies gedaan hebben. En die andere politieke partijen, die staan daar wel keurig. En dan kunnen we wel inderdaad zien dat vrouwen anders aangesproken worden dan mannen. Maar dat is iets wat van alle tijden is en dat is niet zo eng. Hè? Daar ga je niet meteen denken, oh, nu staat onze democratie op het spel. Maar wat daar gebeurt, dat weten we inderdaad niet zo goed. Ik kan je wel vertellen dat uit dat onderzoek wat mogelijk is en wat we hebben is dat die effecten die wij vinden niet zo gigantisch zijn dat we meteen bang zijn dat hier de democratie kapot van gaat. Maar eigenlijk is dat slecht onderzoek omdat we het niet echt op goede data kunnen baseren. Dus we weten het allemaal niet zo goed. Kees? Ik vind het een hele goede laag die Jan op deze discussie aanbrengt. Want wij hebben inderdaad, zeker Julia en ik, nou laat ik voor mezelf spreken, natuurlijk gesproken over zoals de situatie politiek nu is en zoals je dat nu analyseert. Maar inderdaad, ik ben het met hem eens. Het zou eigenlijk over iets heel anders moeten gaan. Ik vind inderdaad dat al die partijen, zeker die partijen rondom het midden en op het midden, heel ouderwets zijn. Ik vind het ook geneuzel dat GroenLinks en Partij van de Arbeid en SP steeds zo ingewikkeld doen over samenwerking. En ik vind het raar dat we straks, ik hoop het niet, weer een over formatie... Over fuseren, niet over samenwerken. Wat? Over fuseren bedoel je, niet over samenwerken. Nou ja, maar het is in ieder geval heel ouderwets. Het zijn allemaal discussies uit de vorige eeuw. En inderdaad, wat Jan aangeeft, is die problemen liggen op een heel ander vlak. Het gaat meer over 0,1% achter de komma en koopkracht
plaatjes en al dat soort zaken. Maar inderdaad, een enorme gezondheidscrisis, enorm probleem met volkshuisvesting, een enorme klimaatcrisis. Maar inderdaad, de invloed van krachten waar wij op het Binnenhof te weinig over praten en te weinig in de gaten hebben. Ik heb met name Groot-Brittannië heel goed gevolgd, nog steeds, en de Brexit van begin af aan discussie meegemaakt. En daar is door de traditionele partijen, dat zijn er daar dan gelukkig iets minder, maar Labour en ook de conservatieven, ja, is het totaal onderschat. En dat was een hele, op een ander pad en bijna op een ander landschap was er een partij bezig, de Brexit Party, die daar dat hele land uiteindelijk tot de rampspoed heeft gebracht en dat nu aan het imploderen is en toch heel veel mensen voor zich wist te winnen. En dat moeten we wel in de gaten houden. Julia, kort, en dan ga ik naar Jan. Ja, we begonnen de avond met Femke Louise, hè, wat we daarvan leerden, meer over de logaritme bubbel waar ze in zat. Maar wat ik leer van Femke Louise is dat er heel veel mensen zijn met een enorme frustratie en een onzekerheid, een onrust waar ze iets mee willen. En er is niemand behalve mensen als Voriswaanzin die mensen helpt naar een hoopvol perspectief. Die ze dus helpt om ze op wat voor technische manier, of dat nou via social media gaat of via op een zeepkistje op de Dam gaan staan. Maar die begrip heeft van, ik weet hoe je je voelt, je hebt het moeilijk en dit gaan we doen. Dus het is alleen maar, weet je, we krijgen allemaal hoe vaak je je handen moet wassen. Ja. En iedereen die zich niet aan de regels houdt, krijgt op zijn kop. Nu hebben de jongeren het weer gedaan. Dan is het weer de volgende categorie mensen die het allemaal verkeerd heeft gedaan. Maar er is eigenlijk niemand behalve de populisten die een verhaal heeft over waar eigenlijk op neerkomt, I feel your pain. Maar dus het gaat allemaal, weet je, als de klimaat en de economie en zo. Dus ik denk dat er niet heel veel mensen zich zorgen maken over de economie en heel veel mensen zich verschrikkelijk zorgen maken over hun inkomsten en hun baan. Maar Jan, dan toch even de vraag, waar maak je je precies zorgen om in de zin, het is altijd gevaarlijk om het over peilingen te hebben, maar de VVD gaat hartstikke goed, de PvdA stijgt, Forum voor Democratie staat in de peilingen op 2 zetels. Zie jij iets sluimeren wat tot uitbarsting komt? Of hoe moet ik dat dan plaatsen? Want die data zijn er ook. De VVD drijft enkel en alleen op Mark Rutte. En als je kijkt naar de PVV en naar Forum voor Democratie, die kunnen samen 32, 35 zetels halen. Ze zijn nu al de tweede partij van Nederland. Als je kijkt, en Kees zei het net al, naar de Brexit. Wat daar gebeurd is hield iedereen voor gods onmogelijk. En de campagneteams die daar werkten, die hebben daar de oorlog verklaard aan de bestaande politiek. Die hebben onderzocht wat de groot denkbare angsten van dat land waren. En die angsten die gaan over identiteit, verlies aan identiteit, ongelijkheid. De schuld geven aan de migranten die er gekomen zijn, economische migranten. Er wordt dan vluchtelingen erbij gehaald. Dat zijn de drivers van angst op dit moment. En als je dan ook nog ziet dat door corona en door inkomensongelijkheid en door het verlies aan banen die we straks gaan krijgen en de recessie, daar alleen maar meer grond voor is. Mensen daar nog meer open voor staan. En je ziet dat juist die partijen die met die negatieve, niet hoopvolle boodschap, Julia, komen, dat die negatieve boodschap 6 keer meer resoneert in die social media bubbels van het eigen gelijk, in die bubbelcommunicatie, waarbij met onze mainstream politieke partijen boodschapjes hun eigen prachtige mooie post op social en hun mooie video's die we net ook nog pijnlijk voorbij zagen komen, komen we helemaal niet meer in die groepen terecht. En daarom was het natuurlijk wel zo prachtig dat we die influencers zagen die in hele andere werelden leven en die dachten dat die lockdown daadwerkelijk niks betekend had. Die totaal niet doordrongen waren van de feiten. En als dat dan ook nog eens een keer bij komt, en dat zag je vannacht ook bij Trump, dat nepnieuws gewoon algeheel geaccepteerd is en dat daar de journalistiek ook geen antwoord meer heeft, omdat het in die groepen gewoon niet resoneert, dan kan dat zomaar opeens opkomen, zoals dat bij Trump gebeurd is, die ons verraste. Zoals dat met de Brexit is geweest, die ons verraste. En ik herinner mij 4 jaar geleden dat we in Nieuwsport zaten en dat iedereen onwaarschijnlijk opgelogd ademhaalde. En ik een sms'je ook kreeg van Mark, die zei, we hebben het gered, het is
Ze zijn niet de grootste geworden. Maar op het plein stonden 20 straalwagens uit de hele wereld om te kijken of ze de grootste zouden worden. En dat kan zomaar weer gehaald worden. Jij zegt, we hebben tijd gekocht en we zullen zien of dat... We hebben er niets mee gedaan, hè? Nee, niets maar, mee maar, gedaan de afgelopen vier maar, jaar. Maar Kees, dat vind ik toch een beetje lastig in de zin dat in campagnes, we hebben het er net over gehad, als je een goede campagne voert, wil je je eigen verhaal, je eigen thema's naar voren brengen. En aan de andere kant voelen mensen de noodzaak om zich op het terrein van de ander te begeven, om daar een weerwoord te geven of om een ander verhaal af te tekenen. Kan dat samengaan? Nou, als je de verkiezingen ziet, ik denk nu, maar misschien corrigeer me als het niet zo is, we gaan half februari in Carré een verkiezingsdebat hebben. Dan krijgen we een stelling over identiteit. Dan krijgen we een stelling over of coronabeleid goed is gegaan. We lopen dan al een beetje een bepaalde richting op nu, toch? Ja, maar goed, luister, dat zijn stellingen die worden door redacties overlegd en besproken met partijen. Dus die partijen hebben daar wel degelijk invloed op. Dus die partijen, zeer beperkt. Ja, nou ja, die partijen zullen ook zelf moeten beslissen. Net zoals dat ze wel of niet in een talkshow gaan zitten met een stel gasten die... Nou ja, ik zal maar zeggen, ongeletterd zijn of waar je niks aan hebt en wat je verder niks oplevert. Maar ik ben benieuwd hoe partijen omgaan met het woord gevoel, emotie, wat Julia zegt. Partijen omgaan met beschaving versus ontregelen en inspelen op angst, wat het antwoord daarop is. En daar is geen verkiezingsprogramma een antwoord op, zoals we die nu al gezien hebben en nu kennen. En ik denk dat men traditionele partijen daar ook veel harder met die voorbeelden inderdaad, die Jan ook noemt als Brexit. En kijk ook naar andere landen in Europa, hè, naar Orbán, naar Tsjechië, naar wat er in Polen gaande is, ook over de pers. Maar wat ook in Nederland wordt gezegd, hè, er zit hier iemand in de zaal, Chris Alberts, die als bijna enige journalist heel vaak Forum voor Democratie bijeenkomsten heeft gevolgd. En op sommige momenten daar door de leiding daar, de grote leider Thierry Baudet, is aangewezen, daar zit hij. Zodat hij daar in een wat angstige situatie zat. Eigenlijk wat jij nu ook doet, maar dan op een onaardige manier. Ja. Dit soort dingen en ook termen van fake news en is niet waar. En het verknippen van filmpjes. Wij vinden dat kleuterwerk. Maar daar zit een hele groep mensen achter. En één voorbeeld nog over Famke Louise. Die is Lisbeth Witteman hier, die ook met Suzanne Raas aan die documentaire over het hart van de democratie heeft gewerkt. Die wees mij daar vanmiddag ook nog op. Dat je moet uitkijken, die werd in een programma uitgenodigd, eigenlijk als bijna curiositeit. Die Diederik Gommers was daar nou een keer wel op zijn plaats, zou je kunnen zeggen. En sprak haar een beetje vaderlijk toe van... meisje, empathisch, wil graag met haar praten. Maar heeft zou een afspraak met haar maken. Ik ben benieuwd of het er ooit van komt. Is geweest vandaag, volgens mij. Ja. Oké. Yes. Nou, dat is dan heel mooi dat dat is doorgegaan. Maar in mij werd erop gewezen, benader dat niet heel elitair. Zo van, dat is iemand uit een andere wereld. Nee, dat is een hele grote wereld. Zij staat voor heel veel mensen. En daar moet je ook iets van leren en iets mee doen. En dan moet je proberen te bereiken. Ik heb dit voorbeeld al 100 keer gegeven, maar ik blijf het steeds zo sterk vinden. Van de manier waarop we communiceren, en wij hier ook vanavond zitten, praten, vergeten we vaak het bevattingsvermogen. Jij corrigeerde ons daar al heel goed op. Het bevattingsvermogen van hele gewone mensen. Dus niet domme mensen, maar gewone mensen. Mijn schoonmoeder, die achter in de 70 is en die heeft altijd lesgegeven op een school, dat is zeker geen domme vrouw, die had begrepen dat de supermarkten een uurtje kregen voor mensen zoals zij, ouder van dagen. Tussen 7 en 8 ochtends ging de supermarkt een uur eerder open voor haar. Dus zij stapt in haar auto en ze rijdt naar een supermarkt 10 kilometer verderop, want ze had helemaal geen zin om zo vroeg naar de supermarkt te moeten. En dan denk ik, ze begrijpt dus niet dat dat een service is. Dat het niet het afgescheiden uurtje waar de ouder van dagen in gepropt worden. Nee, daar mag zij. En dus hoe wij communiceren, de politici in zo'n persconferentie en wat voor onduidelijkheden er allemaal achterblijven, als je dat al niet snapt, dat maakt mensen wanhopig. Ja. En dan zijn er de partijen met hele simpele antwoorden die zeggen van het bestaat niet. Ik wil eerst naar Judith en dan even naar Jan, want Judith, misschien ook wel overschatten we ons eigen bevattingsvermogen in die zin, in hoeverre we soms invloed hebben op dingen, wel of niet.
Als je kijkt naar de politieke communicatie, dat is jouw vakgebied. Zie jij nu dat die partijen op Facebook daarin zich kunnen mengen? Of lopen die gewoon 4 jaar achter? Want het is ook iets wat je moet opbouwen of je daar je verhaal kan vertellen. 10 jaar achter. 10 jaar achter hoor ik Jan zeggen. Je moet nadenken over wie op welk medium is en wie je daar met welk soort boodschap kan bereiken. En jij hebt het nu over politieke partijen. Als ze zich nu gaan mengen op Facebook, dan lopen ze inderdaad ontzettend achter. Want Facebook als medium verliest ook al heel erg aan relevantie. Ja. Zij zijn nog groepen mensen die op Facebook zijn, maar dat zijn al best wel verharde groepen die inderdaad in het rechtspopulistische milieu, daar werkt Facebook nog heel goed. En het werkt ook nog heel goed vertrouwfoto's en feestjes organiseren en zo. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar jongeren, dan hoef je absoluut TikTok niet meer op. Waar is het naartoe verplaatst? TikTok? Ja, op TikTok zie je dan de hele jongen. TikTok is heel moeilijk om als politiek medium te gebruiken. Omdat het contentbeleid van TikTok is dat het alleen maar vrolijk en apolitiek moet zijn. Dus maar waar moeten we kijken als we nu het veld willen zien? Moeten we dan naar Instagram? Waar gaat het gebeuren? Ja, jongeren op dit moment zijn lastig zomaar te bereiken, omdat ze dit soort kwesties denk ik vooral met elkaar bespreken in afgesloten kanalen. Dus daar kom je niet zomaar tussen. Ze zitten wel, als ze iets ouder zijn, nog op Instagram, dus daar heb je nog een kans. Maar moet je wel slim zijn in de vormcampagne die je voert om daar doorheen te komen. En wederom onderschat niet hoe weinig interesse eigenlijk de gemiddelde burger heeft in politiek. Wat ook een goed ding is, hè? Want we moeten ook een leven leiden. We kunnen niet allemaal dag en nacht bezig zijn. Wat ik geleerd heb van Denk, die hadden gewoon WhatsApp-content. Dus die zorgden dat ze in hun relevante groepen filmpjes die je per WhatsApp kon delen. Ja. Je kunt je natuurlijk overal nu op een WhatsApp aanmelden bij GroenLinks, ook PvdA. Ja. Maar je hebt het makkelijker om op WhatsApp er doorheen te komen en veel gedeeld te worden als jij content hebt die woedend maakt, die boos maakt, die anders is, die onverwacht is. Dus met een hele klassieke PvdA-spot kom je, dat gaan jongeren niet op WhatsApp met elkaar delen. Dat verwacht ik niet zo snel. Jan, we gaan de laatste paar minuten in. Wat is nou het belangrijkste wat jij erin wil meegeven? Toch een beetje droef. Wij denken nog steeds in dat je met een rondje journaal of een persconferentie en een beetje de kranten halen, dat je daar de heel Nederland mee bereikt. Dat is niet meer waar. Hele grote groepen. En het zijn niet alleen de gewone mensen, Julia. Het zijn mensen door alle gelaagden van onze samenleving heen die zich afsluiten van de mainstream media, die daar niet meer toe behoren en die alleen nog maar bevestigd worden in hun eigen gelijk, in hun eigen bubbels. En bij het bedrijfsleven is dat echt doordrongen. Want hoe kom je nog bij je klanten als je daar niet meer kunt komen via reclame? Daar zitten war rooms die dat helemaal inzichtelijk maken. En je kunt wel degelijk via TikTok, en je hebt gezien dat daar groepen, dat daar bewegingen ontstonden, niet herkenbaar als van de Republikeinse Partij of de Democratische Partij, maar ze hebben de hele eerste campagne van Trump verstierd, omdat ze allerlei kaartjes hadden besteld op TikTok en daar nooit kwamen te zitten. De power, de invloed daarvan is ontzettend groot. En de grootste uitdaging voor de komende verkiezingen is, hoe bereiken we die mensen die best wel willen stemmen, want je hebt je eigen achterban, maar je moet natuurlijk ook die nieuwe mensen zoeken. En laten we ons dadelijk verrassen door hele grote groepen die in die bubbel zitten, die zich aangetrokken voelen vanuit angst en naar het antwoord dan aan Thierry Baudet of een Wilders geeft. En hebben we die totaal gemist? En hoe komen we bij die groepen terecht? En daar zal de wetenschap, daar zal de journalistiek, daar zullen we met z'n allen veel en veel meer aandacht aan moeten geven. Punt, zeg ik daarin. Kees, om het even af te sluiten, we hebben het veel over de middenpartijen gehad, we hebben het over Baudet gehad. We hebben trouwens ook nog, in het kader hiervan toch ook interessant, Khadija Ariep, de voorzitter, die zich enorm ergert aan eigenlijk het parlement dat als filmpjesmachine wordt gebruikt. Dat sluit eigenlijk ook wel aan bij wat we net bespraken. Maar we hebben ook natuurlijk nog wat nieuwe partijen die het parlement in willen. Ik zag, volgens mij hebben we daar een slide van. We hebben natuurlijk NIDA, wat in Rotterdam al zit. We hebben Bijeen. We hebben de Boerenburgerbeweging die zich heeft gemeld. Nederland Beter van Esther van Venema en Bram Bakker, geloof ik. Partij voor de Toekomst, wat eigenlijk Krol in een nieuw jasje is. Code Oranje, help me even hoor. Dat was Richard de Mos en Peter Plasman. Zie je kanshebbers? Nee, dat is. Ik denk dat we hebben er nu aandacht aan besteed en ik zou het daar verder bij laten. Julia, sluit je erbij aan? Ik denk de enige kanshebber is Bijeen. Ja. Judith?
Ik sluit me bij Kees aan. De cursus speculeren doen, ja. Ik wil afsluiten met een rondje. De campagnes, ik ben er nou nog steeds niet uit of ze nou begonnen zijn, of we tapijt aan het leggen zijn, of dat we al onderweg zijn. Maar wat is nou het belangrijkste als we... We zitten hier, wij zijn dan politieke junkies die op een avond naar de balie gaan om er naar te luisteren. Wat is nou hetgene waar we op moeten letten de komende weken als we wat slimmer willen overkomen en zeggen, kijk, dit is nou iets wat je de komende maanden veel meer gaat zien? Heeft er iemand al een antwoord paraat? Jan, misschien jij? Nou ja, ik hoop dus echt dat waar Julia het net over had, die hoop naar de toekomst. En dat wordt, denk ik, een kernpunt van de verantwoordelijke middenpartijen. En dan hou op met dat geneuzel, maar sluit elkaar in de armen en bedenk hoe belangrijk de beschaving in Nederland is, naar de toekomst toe, naar de komende generaties toe. En ja, dat die onder druk komt te staan. En sluit dus, en dat merk je heel goed aan Lodewijk Asscher, die doet het natuurlijk heel slim, die gaat al in de richting, die anticipeert natuurlijk al voor een samenwerking, die brede middenpartijen, een stevig midden, dat moet de echt het doel zijn en de opdracht zijn voor de komende verkiezingen. En als die er samen uitkomen, dan met vier partijen, PvdA, CDA, VVD, en D66 bij elkaar gaan zitten. Dan kun je een antwoord geven op die versplintering die we nu zien. Ja. En die popularisering op de flanken. Ja. Judith? Ja, dat was een best wel dramatisch verhaal. Dat alles anders wordt en dat niemand meer die normale kanalen gebruikt. Maar ik denk, een verkiezing is ook een democratisch ritueel. Dat is ook iets wat we om de vier jaren doen. Dat eindigt met de verkiezing. En de verkiezing is het moment waar de burger de macht overdraagt naar de representatieve. En om dat goed te kunnen doen, moet van tevoren gewoon ieder even zeggen waar die voor staat. En daar hangen heel veel rituelen omheen, zoals die debat. En zoals wat dan de kranten daarover schrijven en dat soort dingen. En dit wordt dit jaar allemaal wat anders, omdat we veel van die rituelen opnieuw moeten uitvinden. Ook samen met al die nieuwe technologie. En daardoor zijn al die partijen en al die campagneteams voor nieuwe uitdagingen gezet. En dat kan je als probleem zien, maar ik denk dat die campagnes die dit als kans zien om die hele campagne, dat hele apparaat dus naar deze eeuw te trekken. Van meet-ups in een zaal naar een nieuwe vorm. Ja. Dat dit ook weer een kans geeft om anders over democratie na te denken. En ja, hoe kan je het internet gebruiken om je eigenlijk samen beter van te worden? Want ik vind het eigenlijk, gesproken over hoop, altijd veel fijner over na te denken. Waar willen we naartoe? Hoe moet campagne in de toekomst eruit zien, zodat het nog steeds die democratie is waarin wij willen leven en daar naartoe werken met talen? Ja. Het is veel fijner dan te zeuren. Ja. Julia? Jan heeft mijn punt alweer gepikt. Maar voor mij, nu zitten we midden in het oog van de orkaan en dan zijn we de crisis aan het managen. Maar waar mensen naar hunkeren is een wenkend perspectief. Ja, waar gaan we nou heen en wat willen we wel? Dat geldt zowel voor de campagnes als het verhaal over de toekomst. En dat is niet alleen wat jij wil, maar jij denkt ook dat dat in de campagne een goede strategie is om, toch? Dat is ook een... Dat is wat ik zelf, waar ik zelf enorm naar hunker, naar iemand die een verhaal heeft over waar we nou heen gaan en hoe het allemaal beter wordt. Ambitieus plan daarin, waar vonk van afspatteren. Maar ik denk dat ik voor heel veel andere mensen sta. Dat we hunkeren naar iets leuks. Ja. Kees, je begon de avond dat je eigenlijk in de tweede lijn staat, hè? Dat jij in de analytische rol wat meer mag. Ja, dag. Dat zei hij, ja. Wat is nou jouw antwoord? Nee, ik pik van wat ik hier van iedereen gehoord heb toch een aantal dingen mee om over na te denken. Dat is één ding, toch inderdaad, dat gevoel wat Julia heeft gezegd. En dat je veel minder op al die politieke details, hè, met die verhalen achter de komma en die dikke verkiezingsprogramma's, alles uitgewerkt en de toekomst helemaal uitgerekend. En ook dat vreselijke doorrekenen door het Centraal Planbureau, dat moet bij wet verboden worden. Och, misschien dat dat voor nog net mee in die noodwet corona mee kan. En, maar dat gevoel, dat is trouwens ook een potentiële mogelijkheid voor Sigrid Kaag van D66. Ja, en die weg is er nu dus helemaal. Weet je, ze heeft wel de slogan van een nieuwe politiek of andere politiek of weet ik van wat voor politiek.
Maar nou moet ze het nog gaan doen. Ja, nou ja, ik vind ze... hou haar in de gaten, staat vanavond ook weer in de NRC. Dat is natuurlijk wel voor eigen volk. Maar zij is toch best wel bezig met een bepaald gevoel uit te stralen. En dat vind ik wel interessant. En het tweede is, wat ik misschien hoop... inderdaad, het is ook een kwestie van beschaving waar het over gaat... wat Jan steeds aanhaalt. Maar misschien dat partijen ook eens een keer een vernieuwing... qua denken kunnen inzetten door gewoon te zeggen... Wat ze samen willen en dat van tevoren kenbaar maken. Ja. En niet dat we dat gezever hebben over... u heeft daar geen dekking voor en hoe gaan we dat betalen? Ja. En dat we dan weer 3 maanden gaan formeren en die... Je bedoelt zoals in Amsterdam de linkse partijen... voor de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar een plan hebben opgeschreven? Gewoon van tevoren zeggen wat je wil, zodat mensen ook echt kunnen kiezen. En waar ook een vergezicht in zit. Ik wil het woord visie niet gebruiken, want het is zo'n Haags begrip. Maar gewoon een vergezicht. En ook wetende voor wat voor problemen we staan... in een tijd die toch een transitie aangeeft naar een... andere tijd. Goed. En ik heb 1 wens. Ja. Dus als we wensenlijstjes in... dus die doorrekeningen gewoon in de prullenbak... want het is gisteren al achterhaald. Maar kunnen we alsjeblieft af van die absurde stellingen... die tegenstellingen uitvergroten die er helemaal niet zijn... die helemaal niet raken waar mensen mee bezig zijn. Weet je, laten we die in vredesnaam in de prullenbak gooien. Want het creëert een totale schijnwerkelijkheid. Ja. Nou, die oproep is gehoord. En we zullen de komende maanden, hebben we vanavond eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel gedaan, alle verkiezingsprogramma's overal wel langs zien komen en alle punten. Maar ik denk dat we vanavond een goede poging hebben gedaan om de dynamiek en ook misschien wel het sluimerende wat onder die campagne de komende maanden misschien wel manifest gaat worden, zichtbaar te maken. We zullen zien of dat ook zo is. Misschien dat we over een jaar nog eens terug moeten kijken of inderdaad dat zo gewerkt heeft. Voor nu wil ik jullie heel hartelijk danken. Jan Driessen, Kees Boman, Julia Wouters en Judith Muller. Geef een warm applaus. En stem op verantwoordelijke middenpartijen. En volgende maand zijn we er weer op 30 oktober. En dan is onder meer, als het goed is, Hans Wiegel hier te gast. Zijn biografie verschijnt namelijk komende week. En met hem praten we over liberalisme toen en nu. En hoe het Binnenhof veranderd is. En voor nu bedankt voor het kijken. Tot ziens en nog een hele fijne avond. Dank jullie wel. Als u nog een drankje wilt doen om dat te doen.